Maar interesse gaan uit naar nieuwe soorten afgeleiders en nanomaterialen. Die kunnen helpen om betere optoelektronica te maken. Ik ben gefascineerd door optische eigenschappen van materialen, door licht en door het gebruik van licht als energiebron. Ik wil mijn bijdrage leveren aan de samenleving door onderzoek te doen naar nieuwe afgeleiders en hiermee efficiëntere en goedkopere zonnecellen te maken. Ik doe ook onderzoek naar afgeleiders met materialen, omdat ik enthousiast word van het idee om kwantummechanica te gebruiken om materialen met nieuwe fysische eigenschappen te creëren. Studying the effect of lipids on membrane transporters. With single molecule fluorescence microscopy, we look at transporters dynamics. We're trying to determine the conformational space of small membrane protein transporters by single particle cryo. Studying the effect of various inhibitors on the transport activity of ECF proteins with radioactive uptake assay. Developing fluorescent-based transport assays for B-type vitamins. We study structural biology of vitamin transporters. We also study mycobacterial proteins. We're working on developing a fluorescent-based transport assay to study peptide transport in membrane proteins and isolates. I use cryo-electron microscopy to study a human neutral aminase transporter. Studying neurotransmitter transporters. Specifically, glutamate transporters. Optimizing the electroformation, giant immunomatter vesicles to build lifelike systems. We assemble large and giant immunomatter vesicles to build cell-like systems. Groningen, it's a Groningen, huh? No words. What are the ultimate limits to information and communication in this world? Can such limits actually help us understand nature itself? And can we discover how to make such ultimate limits in communication actually available to society? My dream is to ultimately enable anyone on Earth to use quantum communication networks. To this end, I pursue quantum computer science. I like to think of computer science as the art of understanding how we can make a collection of independent entities, be they users or network nodes, each of which only has limited and unreliable classical or quantum hardware, who are limited in the way that they can communicate, and who may not even trust each other, nevertheless work together in order to do fantastic things, like enabling you to view this video even if you are on the other side of the earth. I'm very excited and honored to become a member of KNAW, especially because I enjoy collaborating with diverse disciplines, and I'm really looking forward to learn from all of you. Ik ben Sjors Geres. Ik ben werkzaam bij het Laboratorium voor de Moleculaire Biologie van de Britse Medical Research Council in Cambridge, Engeland. Ons onderzoek daar richt zich op de ontwikkeling van beeldverwerkingsmethodes voor eiwitstructuurbepaling door middel van elektronenmicroscopie. Onze software speelde een belangrijke rol in de resolutierevolutie die recentelijk plaatsvond in dit veld. Mede door onze methodes is het nu mogelijk om eiwitstructuren te bestuderen tot op atomair niveau met behulp van de elektronenmicroscopie. We passen onze eigen methodes ook toe op het bepalen van de structuren van amyloidfibrillen die we opzuiveren uit hersenweefsel van patiënten die zijn overleden aan neurodegeneratieve ziektes. We deden dit bijvoorbeeld voor het eiwit tau, dat zich ophoopt in de ziekte van Alzheimer's en nog een twintigtal andere neurodegeneratieve ziektes. We vonden belangrijke verschillen tussen de structuren van de filamenten van tau in de verschillende ziektes. We hopen dat deze kennis zal bijdragen tot het ontwikkelen van betere modellen voor deze ziektes en uiteindelijk betere behandelingsmethodes.